Wat wij koekjes, chocola of drop noemen, wordt in de vaktaal aangeduid met het woord zoetwaren. De jaarlijkse beurs daarvan in Utrecht gaf een goed inzicht in wat er allemaal op dit gebied te koop is. Drop bijvoorbeeld in alle mogelijke soorten. Een typisch Nederlands product, waarin behalve wat extract van de zoethoutwortel, vooral suiker, Arabische gom en bloem worden verwerkt. Drop wordt officieel gerangschikt onder de suikerwerken, waartoe bijvoorbeeld ook kauwgom en pepermunt behoren. Dropjes zijn er in tientallen variaties. Met behulp van op ramen aangebrachte gietvormpjes worden in bakken met maiszetmeel indrukken gemaakt die met de gewenste hoeveelheid van het gekookte dropmengsel worden volgegoten. De bakken gaan vervolgens in een droogoven, waarna de dropjes onder andere nog een glansbehandeling ondergaan. Alleen al in drop, waarvoor de belangstelling ook in het buitenland groeiende is, is in Nederland in het afgelopen jaar voor meer dan 200 miljoen gulden omgezet. Maar dat is nog niets in vergelijking met de verkopen in koekjes, biscuit, banket en aanverwante artikelen. Want die naderden in 1979 de 2 miljard gulden. Een groot artikel is speculaas, die vrijwel geheel machinaal geproduceerd wordt. De voornaamste fabrieken beschikken over imposante ovens van zo'n 70 meter lengte, waar de koekjes met een bepaalde snelheid op de lopende band doorheen worden gevoerd. Speculaas wordt gebakken bij een temperatuur van 180 graden en de tocht door de oven duurt maar 10 minuten. Er zijn fabrieken waar elke oven 60.000 speculaasjes per uur produceert. Ook veel gevraagd zijn de ronde spritjes, waarvan er bijna 30.000 per uur de ovens ingaan. Hier duurt het bakprocedé wat langer, namelijk 18 minuten. Cacaobonen zijn de grondstof voor de derde belangrijke categorie van zoetwaren, de chocolade. De bonen worden gebroken, waarna de kernen gebrand en gemalen worden. Bij het malen ontstaat warmte, waardoor er vet vrijkomt. Pas als aan deze cacaomassa suiker is toegevoegd, spreekt men van chocolade. Met melkpoeder erbij wordt het melkchocolade. Pastilles, repen en chocoladeletters worden gegoten. Daarvoor zijn ingenieuze machines ontwikkeld. De verpakking van de repen gebeurt natuurlijk machinaal. Veel groter dan die van repen is de omzet in bonbons, waarbij een interieur van suikerwerk overgoten wordt met chocolade. Zoetwaren. Met z'n allen aten we in Nederland in het afgelopen jaar voor 3,5 miljard gulden op. Dat is, baby's inbegrepen, 250 gulden per persoon. De industrie geeft rechtstreeks werk aan 11.000 paar handen en indirect zijn er nog tal van anderen die er profijt van hebben.